In het UMC in Utrecht is de YouFound-test gestart om op zoek te gaan naar oplossingen om de ziekenhuislogistiek te verbeteren met behulp van de Internet of Things. Afdeling Kikker is omgebouwd tot IoT-speeltuin. Fujitsu en Ingie hebben slimme Interlight Think-verlichting geplaatst als basis voor een draadloos sensornetwerk met een perfecte dekking in het gebouw zonder extra investeringen in de installatie. Door samenwerking met onder andere Wirepass en GUI is een breed scala aan IoT-toepassingen gerealiseerd, zoals asset tracking, indoor navigatie, bezettingsgraadanalyse en klimaatmonitoring. Zo kan een verpleegkundige bijvoorbeeld snel een rolstoel of een infuuspomp traceren. Het systeem werkt ook met draad- en batterijloze en Ocean-drukknoppen. Deze kan je plaatsen waar je maar wilt en de functie geven die je maar wilt. De taken die eruit voortvloeien worden zichtbaar in de portal. Tijdens de pilot werd men enthousiast over nieuwe mogelijkheden die het systeem biedt. Bijvoorbeeld het traceren van klein materiaal wat regelmatig verdwijnt van afdelingen. Dankzij de bijzondere samenwerking tussen bedrijven uit verschillende branches is een systeem ontwikkeld dat eindeloze mogelijkheden biedt voor gebouweigenaren. Het systeem maakt het mogelijk voor bezoekers en personeel om snel met telefoon of tablet door het ziekenhuis te navigeren. Het gebruik van elke vierkante meter kan geoptimaliseerd worden en het klimaat wordt geoptimaliseerd voor het herstel van de patiënten. Doordat de infrastructuur voor al deze toepassingen in de verlichting is geïntegreerd, is de vereiste investering vele malen kleiner dan wanneer er gebruik zou worden gemaakt van een systeem op basis van losse batterijgevoede sensoren.